Ja, mensen. Hier spreekt Radio Oranje. Ja, is natuurlijk een grapje, maar... grapje. Ik kreeg vandaag... codes deur, zeg maar. Codes... waar we mee moeten communiceren. En... ik heb ervoor geweigerd. Ik zeg... ik weiger gewoon om door aan mee te doen, jongens. Ik zeg, als we met elkaar zo ver bent, dat we met codes mogen werken hier zo in Nederland. Dus een soort van verzet, zeg maar, wat allemaal in codes geeft. Ik zeg, dan is het klaar, hè. Dus zover gaat het niet om. Ja, dat is het nu al, maar ik weiger door gewoon aan mee te doen. En ik ben behoorlijk woest. Dus dat we dit met elkaar accepteren in Nederland, dat is onvoorstelbaar. Gewoon werkelijk waar, onvoorstelbaar. Dus, en het is lastig te zijn, maar ik neem het de mensen die niks doen, die dit gewoon allemaal accepteren, neem ik ze toch kwalijk. Dus, en dat kan misschien een beetje mal overkomen, maar ik vind echt, jongens, dat we met elkaar en iedereen, dat we ons allemaal moeten gaan roeren, jongens, want dit gaat veel te ver. Dit komt totaal niet goed. Dus, je bent genoeg dingen om op te staan. En dan weet ik, dat het valt niet altijd mee en het is ook lastig. En ik zeg wel ziek en zwakkelijk en misselijk en alles bij elkaar, jongens, maar... Godverdorie, jongens. Ik bedoel, maar je geeft dit niet weg. En ja, ik zeg al langer dat het uit Europa maar ook weg, jongens. Want dat komt ook helemaal niet goed. Dus dat is één grote dikke ellende waarover ons land heen komt. We komen alleen maar dieper in de shit. En de mohut. Dat is, voor de boeren is dit niet goed, jongens. En voor de mensheid is het niet goed. En echt hoor, Nederland moet weer vrij worden, jongens. En het moet een vrij land worden. We gaan er echt met elkaar, we gaan er aan, jongens. Echt waar, hoor. Echt waar. Maar dat gaat per dag erger. Dus, en ik weet wel, iedereen krijgt niet alles mee, maar... En ik wil me niet... niet om het een of het ander, maar ik kreeg wel heel veel mee, maar... Poe. Jongens. Dat komt echt niet goed. Dat komt echt niet goed. Dus we moeten wat, jongens. Echt waar. We moeten met elkaar opstaan. Dus, en echt in grote getalen en echt massaal laten zien van jongens, we pikken dit niet langer. Dus, ja, het maakt wel eens een grapje, maar het komt me toch wel een beetje kort bij, hoor. Echt waar. Als wij hier echt met oorlogse dingen gaan werken, zeg maar, met codes en alles. Ja, jammer dan de codes. Ja, jammer dan de codes. Zeg, wat zullen we nou beleven, nou? Ja, dat moet. Dat is allemaal verzet en dit en dat. Ik zeg, ja, jongens, maar... Ik zeg, maar zo geven we toch niet met elkaar. Jongens, we moeten met elkaar in de bienen komen. Echt hoor, dat meen ik echt. Dus, dat meen ik u de grond van mijn hart. Echt hoor. Hey!
Waarom is er een euro daar, jongen? Om 5 uur wacht. Hey, waarom ben je daar? Waarom doen jullie dit? Teringleiers, man. Maar stop er niet. Wat? Hou hiermee op. Hiermee bezig. Ik word niet gauw kwaad, maar jullie hebben het echt voor elkaar gedaan. Gefeliciteerd. Schurken, jongens. Ik vraag me ook af wat de Nederlanders zijn. Ik kom hier echt aan twijfel, want ik ga allemaal zo bekijken, jongens. Niet normaal. Echt waar. Hier word je wel pisnederig van, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Alle verschrikkelijk. Hier, hele scooter van de been, hoppakee. Wordt gewoon iemand overreden hier zo. Dit is totaal gestoord. We leven hier in een democratie, hè? Tenminste. Wij hebben nog geholpen dat jullie geen klappen kregen. Een stuk verderop. Deze mensen hebben de hele dag jullie werk gedaan. Deescaleren, mensen veilig houden. Hoe hangen jullie hier dan? Oh, wat een schot, jongens. Alsjeblieft. Oh.